gebruiken. Gewoon een goedkope badkamerreiniger. En je kunt eigenlijk alle zuur gebruiken. Azijnzuur is een beetje aan de lieve kant. Citroenzuur, melkzuur, mierenzuur. Allemaal prima om dingen te ontkalken. Kunststof. Dat doet verder niet veel. Nou, we gaan dit helemaal vol spuiten met de ontkalkingsspul. Je kunt ook een kilo citroenzuur kopen voor 5 euro, exclusief verzendkosten. En dan kun je al je huishoudelijke apparaten en dit soort toestanden mee ontkalken. Je espresso apparaat, al dat soort apparaten. Je kunt ook voor ruim 100 euro een zogenaamde hygiëneset kopen. Dat komt erop neer dat je dit ding dan gewoon nieuw koopt. En ja, bij verkoop van de caravan of aankoop, net hoe het geregeld is, is dat misschien wel een prettig idee. Hierin ga ik ook wat ontkalkingsvloeistof spuiten. En dan een paar keer hierop drukken. Er zit namelijk een klep onder. Die dus lucht toelaat schieten wanneer je dat ding leegkiept. Die klep, dan wil je gewoon graag dat die goed afsluit als je met dat ding rondloopt te sjouwen. Hier zou je eventueel ook ontkalkingsmiddel in kunnen spuiten. Ik geloof dat het een beluchtingsklep is of iets dergelijks. Ook dat is een klep, wil je ook dat die goed sluit. Kijk, nou ziet die ring er inmiddels zo uit. Dit is ook allemaal schoongemaakt en dat schoonmaken heb ik daarmee gedaan en hiermee. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dit, dat me dat na meerdere keren badkamerreiniger aanbrengen nog steeds niet schoon was. Dus ik heb even met een kwastje wat zoutzuur erop gedaan en toen vloog het eraf. Dat was trouwens de eerste keer dat ik dat zo gedaan heb, dus standaard is dat niet echt nodig, maar het kalkrijke Franse water, dat was toch moeilijk tegen te strijden. Weer in elkaar. De eerste plaats de rubber. Zo. Dit ding kan er zo op of zo op, dat maakt verder niet uit. De schroefkens. Het is allemaal roestvrij staal, dus echt droog hoeft het niet per se te zijn. Maar ik ga er straks nog wel even met de compressor. De compressor alles afblazen en dan laat ik hem gewoon open staan. Omdat we het ding pas over een paar weken weer nodig hebben. Goed, even aandraaien. Dit zit nu gemonteerd. Nu heb je dat afwerkgevalletje met de pijl erop en je hebt er één zonder pijl. Nou, deze schuif die wordt automatisch opengeschoven wanneer je die tank erin schuift. Dit zit aan de buitenkant en dit gaat diep de caravan in. In de caravan zit iets wat dit, wanneer je hem erin schuift, open duwt. Op deze manier.
Dus dat wil zeggen dat dit pijltje dat die hier moet zitten. Overigens is dat pijltje onbelangrijk, maar wel de richting waarin dit ding kan schuiven. Dus hij moet zo in die richting openklikken, want zo schuif je de tank de caravan in. Nou, klaar. Even testen. En dan kan die van binnen opdrogen door hem open te zetten. Op deze manier. Zo, en dan kan die ventileren.